Het waterstation te Kommewijnen is vandaag door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen officieel overgedragen aan de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Deze overdracht is de eerste van de 16 stations die door NH, met name de dienst watervoorziening DWV, zullen worden overgedragen aan de SWM. Volgens Marlon Oosterling, directeur van de SWM, betekent deze overdracht dat zij nu het beheer zullen voeren over de waterstations. En wij gaan het samen doen met de mensen van DWV. En wij hopen dus na het onthullen van het naambordje dat wij zo snel aan de slag kunnen gaan. Dat wij de bevolking goed en schoon drinkwater kunnen geven. Dank u wel. Minister Giljo Dodson van NH noemde de overdracht een heugelijk moment, omdat hiermee volgens hem een belofte wordt ingelost. Namelijk dat de bevolking van Suriname de toegang tot schoon drinkwater krijgt. Wat u vandaag meemaakt is de overdracht, de fysieke overdracht van de stations aan de SWM. En hiermee is dus de stap gezet om de daadwerkelijke ontsluiting van gebieden die voorheen wel infrastructuur hadden, maar geen water. En gebieden die geen infrastructuur hadden en geen water. Om die nu te ontsluiten en aan te sluiten op het net van de SWM. Het betekent dat wij, zoals beloofd, het water brengen naar u toe. U bemeteren en dat u dan zult betalen voor het water dat u krijgt. Er is diverse malen een oproep gedaan om echt de gebieden die verstoken zijn van water al een hele tijd, om die gebieden van water te voorzien. Nou, dit is de eerste concrete stap daar naartoe. Dodson zegt verder dat deze overdracht de weg opent om partnerschappen met verschillende entiteiten op het gebied van water aan te gaan. Onlangs is het ministerie ook gestart met de registratie van bronnen, omdat er een Wild West situatie daar heerste, waarbij men ertoe was overgegaan om illegaal ondergrondse bronnen aan te boren.